Hallo, ik sta momenteel in de Kammenstraat en Karen Damen heeft hier samen met Sapph een pop-up store geopend. Dit om de lingeriecollectie die ze samen uitgewerkt hebben, de Perfect Collection, nog extra in de kijker te zetten. En net op tijd voor Valentijn, dus dat is perfect. Sapph, het Nederlandse lingeriemerk, heeft mij gecontacteerd omdat die elk jaar opnieuw met een nieuwe guest designers samenwerken. En dat was al 2 jaar achter elkaar een Nederlands iemand. En nu dachten ze, we gaan iets voor een Vlaamse vrouw. En dan zijn ze bij mij terechtgekomen. En ik was heel fier. En in de eerste plaats ook een beetje achterdochtig, want ik dacht, ze gaan toch niet zomaar mijn naam onder een collectie plaatsen en that's it. Maar dat was absoluut niet de bedoeling, daar was ik heel blij om. Het was de bedoeling om echt samen met de ontwerpster een collectie uit te tekenen. En dat is ons goed gelukt, vind ik. Ik heb vanaf de eerste meeting ook mijn favoriete lingerie-stuks van mezelf meegenomen. Om te laten zien welke modelletjes ik het liefste draag. Ik heb mijn favoriete kleuren laten weten. Ik heb gezegd wat mijn favoriete stoffen zijn. En zo zijn we uiteindelijk na veel mailen, bellen, elkaar zien en moodboards doorsturen aan elkaar zijn we tot deze collectie gekomen en ik ben er heel trots op. Wat is goede lingerie voor jou? Welke elementen moet dat bevatten? Voor mij moet goede lingerie goed zitten, comfortabel zitten. Je moet het gevoel hebben dat je niks aan hebt onder je kleren, omdat ja, we moeten dat wel de hele dag dragen en de hele dag zitten trekken en krabben en zo, dat is het niet, hè. Dus dat vind ik zeer belangrijk. Maar natuurlijk is het ook heel leuk als het ook nog eens sexy is en dat hebben we toch wel een beetje geprobeerd. En sexy, het is bijna Valentijn. Is er zo'n stuk dat er voor u uitspringt om de lezeressen waarmee ze hun lief kunnen verrassen? Ah, wel, mijn favoriete stuk is deze eerst, hè. Dus daar zou mijn man mij heel veel plezier mee kunnen doen met Valentijn. Maar ik denk dat dan het meest geliefde een beetje dat rozig zal zijn. Roos met een glinstertje, dat is zo wat Valentijniger, vind ik wel. Ja.